Mijn boerenhart is gebroken, staat daar. Waarom is dat zo? Nou, wij zijn gewoon helemaal klaar met alle regels. En wij willen gewoon kunnen doorboeren. We hebben een provinciaal beleid dat onuitvoerbaar is. We hebben daar landelijk beleid overeengekregen vorige week. Samen uitvoeren was helemaal onmogelijk. Het wordt een beetje te veel, zeg maar. Nee, het is veel te veel. Een standvastige regelgeving, dat wij weten waar wij aan toe zijn. En dat wij dan gewoon onze bedrijven op aan kunnen passen. Ja, ik woon dan in Drunen en dat is de gemeente Heusden. Als je dan ziet wat er daar voor ontwikkelingen moeten komen. Waar gaan ze stikstof halen? Ik denk dat ze dat bij de boeren gaan halen. Wij kunnen niet tegen die industrie en niet tegen die woningbouw opboksen. En ik denk dat het echt ver over 12 is dat we hier met ons allen een keer laten zien dat het eind bereikt is. Ik hoop dat ze naar ons geluisterd worden, maar de kans lijkt me heel klein. Heeft u vertrouwen in de politiek? Nee, helemaal niet meer. Dus ik denk dat er zelfs mensen zitten die niet eens weten wat stikstof is, wat stikstof doet. Ze roepen maar wat, zeg je. Ze roepen maar wat, joh. En zolang het bij die boeren nog geld te halen valt, dan doen ze dat. Ik hoop ook dat die echt na gaan denken van wat betekent voor onze gezinsbedrijven en onze boeren in de toekomst. Vreugde van het vak, hè. Ja, daar halen ze hier echt goed uit, hoor. Daar zijn ze echt top in. Daar zijn ze goed in.